We zijn aan de Kromme Dijk en FC Utrecht speelt van links. Dit is Johan de Kok, een van de centrumverdedigers bij FC Utrecht. En de nieuwe aankoop Bijl, die had het moeilijk op het middenveld. Smolarek, een van de twee spitsen. En Van Alphen, een van de vier middenvelders. Een heel erg licht middenveld bij FC Utrecht. Met Bijl, Van Alphen, De Kruijf en Plugboer, ook al zo'n nieuwe speler. Goed neergelegd door Alphen en de eerste kans is voor Gijs Steijman. Hoog en hard over. Er waren niet veel toeschouwers. Het was toch gezellig. Dit is Bijl voor de FC Utrecht met de inworp Rietbroek. En dan wordt de bal voorlang gespeeld, eruit gewerkt. En Willaerts, een van de twee centrumspitsen bij Dordrecht. En dit is Romeo Wouden, zeer, zeer gevaarlijk. Daar, Fok, een jonge speler. En Johan de Kok bewijst hoe snel hij in dat centrum van FC Utrecht is. Het is een van de allersnelste spelers in Nederland. Speelmeijer ver zijn goal uit en Wilsterman verdedigde ook goed mee. Smolarek ziet dat de keeper ver uit zijn goal is. De boogbal is niet goed. Lindenaar aan de spits bij FC Utrecht. Niet echt gevaarlijk. Wisselt van Schoeisel. Rietbroek overtreding tegen Smolarek. 4-4-2 bij FC Utrecht. Ook 4-4-2 bij Dordrecht. Willaerts goed uitgelopen. De bal op het achterwerk. En daar is die Romeo Wouden weer. Let op. Meenemen. Volle snelheid en de Kok die kan maar net onheil voorkomen voor FC Utrecht. En uit deze beelden blijkt dat Dordrecht zeker geen slechte ploeg heeft. Dit is Plugboer, een aanwinst voor FC Utrecht aan de linkerkant, dat zeer zeker. Kansje voor Bijl, mist, Plugboer opnieuw en de verdediging van Dordrecht keurig georganiseerd. Ze willen, net als SVV, in één jaar naar de eerste divisie. Of dat lukt, dat is de vraag. Ze hebben zeker een aantrekkelijk elftal. Rietbroek sterk samen met Olde Rietrink en hier wordt de bal maar net naast de goal van Speelmeijer geschoten. Een hoekschop. Komt niets uit, Charité, linkervleugelverdediger en daar is hij weer, Romeo Wouden. Met Van der Laan aan de buitenkant van het middenveld. Daar komt Jan-Willem van Heden en Willaerts. En dan lijkt het dat Willaerts geblesseerd is, maar het is Jan-Willem van Heden. De herhaling zal aangeven dat het een ongelukje is. Prima aanval over links van Dordrecht 90. Daar komt Jan-Willem van Heden. Zijn voet blijft staan. Hij kan tot over de buitenkant. En men vreest gescheurde kruisbanden. En dat zou heel, heel erg triest zijn voor deze goede, sympathieke doelman. Hij moet van het veld af en hij wordt vervangen door Achterberg. Laten we hopen voor hem dat het meevalt. Op dit moment weten we dat niet. Nog altijd 0-0. Jan-Willem van Heden wel een vrije trap tegen. Maar schijnbewegingen. En dan is het Fok in de handen van Achterberg. Zijn allereerste bal van de wedstrijd. Dan een snelle aanval over de rechterkant. Goed geplaatst. Missje van de Kok. Missen van Achterberg. En Romeo Wouden bekroont een zeer sterke eerste helft met een goed doelpunt. Maar de keeper had zeer beslist niet mogen komen. Het is 1-0 voor Dordrecht in deze tot op dat moment aantrekkelijke wedstrijd. Utrecht kreeg kansen. Het grote probleem bij Utrecht zal worden, wie gaat er doelpunten maken? Wordt dat Lindenaar, wordt dat Van der Linden, wordt dat Smolarek? Een groot probleem. Hoekschop, Smolarek, Bijl en dan nog een kansje. Speelmeijer komt goed en dan wordt hij van de doellijn gehaald. Ik dacht door de nummer 7 van der Zwan. Even een gelukje. Willaerts, goed meegegeven en opnieuw die kleine zwarte man. Van der Laan, voorzet. Zwak weggewerkt. Laatste moment van de wedstrijd. Wilsterman schiet naast. Ruststand door de recht 90. De gasten, dat is FC Utrecht. 1-0. Tweede helft. Utrecht werd sterker, maar gaf ook wat ruimte weg. Plugboer. Lindenaar. Rietbroek. En legt hem neer. Penalty. Ah, hij schreeuwt heel hard. Nee joh, tegen scheidsrechter Klootwijk. Maar die legt hem op de stip en dat is zeer, zeer terecht. Goede beslissing van de scheidsrechter, die goed floot vanmiddag. Lekker zonnetje en Alphen gaat gelijk maken. Tenminste, dat zou hij moeten doen, maar doet het zeer nonchalant. Kleine aanloop en Speelmeijer redt. Aanloop niet met overtuiging, bal niet zuiver en ook niet hard genoeg. Goed moment van Speelmeijer, die wel geblesseerd raakt tijdens dit moment en later ook vervangen gaat worden door Van Kampenhout. Steijnman, snelle inworp, Smolarek vrijgelaten, kijkt naar binnen en dan via Fok over de achterlijn. Tot op dat moment nog geen verschil,
geen krachtsverschil tussen de eerste en de Eredivisie. Smolarek. Prima hoekschop. En dan wordt hij opnieuw weggewerkt in dat centrum van Dordrecht speelde lang niet slecht. En ook de vleugelverdedigers Charité en Bilsterman goed op dreef. En zo blijft Dordrecht dan alsmaar overeind. Opnieuw Van der Laan. Overname. Van der Laan gaat zelf. Handig wanneer je een goed linksbeen hebt, helemaal aan de buitenkant. Dan komt die voorzet. En daar is die hoor, Willaerts. En dan is het 2-0. En die doelman had natuurlijk nooit mogen komen. Prima doelpunt van deze Willaerts, gekomen van FC Utrecht. Een man die zeker voor Dordrecht zo'n 15 tot 20 doelpunten kan gaan maken in die eerste divisie. Goeie goal, 2-0. En Utrecht ging wat terug doen, weliswaar laat, men deed het toch. En hier de handen omhoog van Olderik Rink en opnieuw is het een strafschop. En ik denk dat de scheidsrechter weer de goede beslissing maakt. Het is niet ernstig, maar de kruif wordt wel degelijk aangetikt op de stip. Psychologisch sterk van de leiding van FC Utrecht, opnieuw Alflen. En nu doet hij het goed. Het is 2-1. En Speelmeijer kiest voor de verkeerde hoek. Hij gaat er gelijk uit. Druk neemt toe. En altijd Plugboer aan de bal. De Kruif centraal op het middenveld. Dat deed hij erg goed in de tweede helft. Dit is invallen Roest. Lindenaar was eruit gegaan. Kijkt, zoekt naar Alflen. Een van die behendige maar lichte middenvelders. Plugboer bovenop de lat. Het blijft 2-1. Maar Utrecht wilde meer. Hoe sterk is dit FC Utrecht? Het is heel moeilijk te zeggen. Dit is een goede man. Johan de Kop op eigen helft. Gaat door. Smolarek 1-2. Met Alflen. Mag nog altijd doorgaan. Op de rechterknie. Rechter vuist naar achter. 2-2. 10 minuten voor het einde. En dit is een uitstekend moment van Johan de Kop. Daar hoeft FC Utrecht zich in ieder geval geen zorgen over te maken. Meenemen. Rechter elleboog naar achter en dan met het linkerbeen niet ongelukkig in de goal. 2-2, dat was terecht het laatste moment van de wedstrijd. En het kansje is opvallend genoeg voor Dordrecht. Van Haren, invaller, volle vrijheid. En de kans is voor Van der Laan. Hij mist jammerlijk met het zwakke rechterbeen. 2-2, een prima wedstrijd van Dordrecht tegen FC Utrecht. Handjes schudden, goed. Vriendschappelijk duel. De score 2-0, 2-2.